Surinaamse waterleidingmaatschappij gaat door met de inzet van distributiewagens. Minister David Abiyamofo van Natuurlijke Hulpbronnen zei eerder deze week dat hij de klachten uit de gemeenschap heeft gehoord, maar verzekert dat de dienstverlening niet is gestopt en gewoon voortgang vindt. We proberen de mensen te bereiken met distributiewagens, maar dan moet je wel ervoor zorgen dat je Durotank langs de weg staat. Die afspraken hebben we gemaakt met de mensen. Twee weken geleden heb ik een video langs zien komen, ging ook viraal. Maar niemand die de vraag stelt aan betrokkenen of de Durotanks langs de weg waren. Andere mensen hebben niet geklaagd en ik moet aangeven dat de waterdistributie langs de weg naar Atjoni optimaal plaatsvindt. Dus om concreet antwoord te geven op de vraag, de uitdaging in Paramaribo en omstreken is groot, maar vele malen groter in het binnenland. Abiyamofo benadrukt dat de problemen met de watervoorziening en waterdruk in Paramaribo te maken hebben met vervangingsinvesteringen. Het is een probleem van meer dan 10 jaren dat nog steeds niet opgelost is. De minister wijst erop dat SWM niet zelf kan zorgen voor deze investeringen, ondanks de recente geldinjecties.